We varen nu net uit onze haven en we gaan als eerste de Nieuwe Rijn op. Dat is een overlastlocatie. Daar krijgen we veel meldingen van boten die te snel langs de woonboten varen. Wilt u even stoppen? Geen wandeltempo. Nee, excuus. En op al die woonboten staat netjes geplakt of u alsjeblieft 6 km per uur wil varen. En als u ook achter u kijkt, dan ziet u dat u behoorlijke golven maakte net. En dat is niet de bedoeling. Daar hebben de woonbootbewoners last van. Is goed. En maak er een fijne dag van. En vaar rustig door de stad. De gevolgen zijn dat hij zeker in dit smalle stukje langs al die woonboten veel te hoge hekgolven maakt. Waardoor die woonboten gaan bewegen. En waardoor die aansluitingen die ze met de wal hebben, zoals voor gas en licht, die kunnen afbreken op den duur. Nou, dat soort vrolijke mensen komen we dagelijks tegen. Nou, hier hebben we ook in het verleden veel meldingen gehad van hardvaarders. En ook harde muziek. Mensen die het bootje aan de kant liggen en dan hun behoefte doen. De lege flesjes en blikjes in het water gooien. Ja, natuurlijk. Ik weet niet wat het is in Nederland. Het dak. Een eend. Oké. Er ligt een dode eend verderop in de singel. En nou, straks gaan we er even langs, gaan we even kijken en dan gaan we proberen eruit te halen. Nou, je ziet wel dat dit een populair punt is. De terrassen zitten vaak al vroeg vol. Nou, hier ligt een bootje, die is doormidden gebroken en die is gezonken. Dat kan schade aan de kanten toebrengen. En daarom hangen wij daar een bestuurswang aan. En als de eigenaar de boot niet zelf weghaalt, of dat we niet weten wie de eigenaar is, dan gaan we op een gegeven moment deze boot lichten. En die brengen we dan naar een opslag. Daar blijft hij 13 weken liggen. En als de eigenaar zich niet meldt, wordt hij vernietigd. Goedendag! Wel netjes op de stoep parkeren, hè? Geweldig!